Ik heb eigenlijk een klein probleempje. Het is eigenlijk echt moeilijk om uit te leggen. Ik zit op jullie wc, maar de klink is er vastgevallen en ik zit vast in jullie toilet. Zouden jullie mij kunnen komen bevrijden? Die zijn legit achter mij aan het komen. Kijk hoe hard ik beef. What the actual fuck. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik heb vandaag echt een legendarisch idee, een origineel ideetje. Ik zal vandaag een prank al doen, maar niet zomaar een prank al. Ik ben eigenlijk echt super nerveus voor deze video. Ik ga eigenlijk een hele grappige prank al doen, want ik ga bellen naar de McDonald's en ik ga zeggen dat ik vastzit in een wc. Omdat zo zegt hij, ja, je weet al dat de klink er zo af is gevallen. Ik ga eigenlijk gewoon proberen dat de McDonald's komt kijken naar mij in de wc, maar eigenlijk zit ik daar niet. En ja, misschien is dat wel grappig, denk ik. Dus ik zal nu gewoon bellen en gewoon direct to the point komen. Ik heb wel één probleempje. Als je belt naar de McDonald's, dan kan ik niet zo een uur lang bellen met hun en zo zeggen van dat ik in de wc zit. Ik moet eigenlijk direct to the point komen, want stel je nu even voor dat je echt vast zit in de wc, ga je niet eerst 1 minuut babbelen met hun en dan zeggen dat je vast zit in de wc. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat ik heel snel en kort dat goed moet doen. Het is gewoon nu of niet. Ik zal mij voordoen als Dirk Janssens. Ik denk wel dat Dirk Janssens wel een hele goede naam is, want Dirk is gewoon Dirk. Oké, we zullen snel beginnen, want ik ben een klein beetje nerveus. Nu moet ik zo doen alsof dat ik vastzit in de wc. Goedenavond, spreek ik met de McDonald's Oostende bij de Wapenplein? Ja. Ik heb een klein probleempje. Ik ben zo net komen eten bij jullie en ik moest eigenlijk gaan naar het toilet, maar met de klink van het toilet is er eigenlijk is naar beneden gevallen en ik zit vast in de wc. Zullen jullie mij komen bevrijden? Ja, ik zal dat zo dadelijk een keer doen, hè? Ja, oké, zo, dankjewel. Dag. Ik kan eigenlijk net concluderen dat deze echt fucking mislukt is. Jullie zagen echt gewoon aan mijn hoofd dat ik echt gewoon een stresshoofd had. Maar maakt niet uit, ik zag altijd tweede keer beter, dus we zullen gewoon nog eentje doen. Goedenavond, spreek ik met de McDonald's Oostende bij de Torhout Steenweg? Ja. Ik heb eigenlijk een klein probleempje. Het is eigenlijk echt moeilijk om uit te leggen. Ik zit op jullie wc, maar de klink is er vastgevallen en ik zit vast in jullie toilet. Zouden jullie mij kunnen komen bevrijden? Ja, geen probleem. Wat blijft? We gaan komen. Oké, dank u wel. Ze hebben vergeten af te leggen. Ik zal gewoon aan de lijn blijven. Die zijn legit achter mij aan het komen. Kijk hoe hard ik beef. What the actual fuck. What the fuck. Die zijn legit achter mij aan het komen. En besef, ik zit nu in een wc en die komen achter mij. Zouden die nog terugkomen aan de lijn? Ze blijven echt aan de lijn. What the fuck. Ze hebben afgelegd. Maakt niet uit. Het is wel gelukt. De tweede keer is het gelukt. Maar kijk, Wouter zal gewoon een streaks maken en gewoon nog een keer proberen. Next one. Ik begin er echt plezier in te hebben. Neem op, ik zit vast. Goedenavond, spreek ik met de McDonald's en Knokkenheist? Ja, dat klopt. Ik zit eigenlijk met een probleempje. Het is ook echt raar om uit te leggen. Ik zit vast in jullie toilet. De klink is ervan gevallen. Zouden jullie mij kunnen komen bevrijden? Waar zit je op toilet? Boven. Dat kan niet. Want wij hebben hier geen boven. Ja, dan is het beneden. Ja, dat is helaas voor jou. Spijtig. Dan mag je lekker blijven zitten. Oké, okay, toch dankjewel. Dag. Kijk, daar hou ik dus nu een keer van. Dat mensen lachen aan de telefoon. We zullen er nog twee doen. Goedenavond, u spreekt met Dirk Janssens. Ben ik verbonden met de McDonald's Antwerpen Grondplaats? Ja. Ik heb eigenlijk een probleempje. Het is echt ook heel moeilijk om uit te leggen. Ik zit bij jullie op het toilet en ik zit vast, want mijn klink is ervan gevallen. Nee, denk ik niet. Ja, toch wel. Kijk maar. Ik heb ook al geropen naar de wc-madam, maar die komt niet af. Wacht, hè. Ja. Ze geloven mij, want anders zou hij niet verder doen. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ik zit vast op het toilet. Ah, oké. Okay. Zal dat wel iemand aansturen, goed? Ja. Oké, okay. Wel een beetje snel, want ik zit hier echt al 2 minuten. Ik heb jullie... Ja, goedendag. Yo. Oké, okay, ik zal er nog eentje proberen, want ey, yo. Snap je, Wouter moet gewoon die goede prank al krijgen.
is dat zo druk in de McDonald's of zo. Het is fucking 7:40. Yo, ik zit vast in de wc. Fucking help mij. Goedenavond, McDonald's van deze plaats. Goedenavond, u spreekt met Dirk Janssens. Spreek ik met de McDonald's Antwerpen Tienerenplaats? Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk een soort van probleempje. Het is echt heel moeilijk en ongemakkelijk voor uit te leggen. Maar ik ben bij jullie op de wc, maar de klink is ervan gevallen. Zouden jullie mij kunnen komen bevrijden? Oh, oké. Ja, ik stuur zo meteen iemand naar boven. Vindt u dat grappig? Ja. Hallo? Ik stuur zo meteen iemand naar boven. Heeft u dat gehoord? Ja, maar... U lachte daarnet met mij. Ik kan daar toch ook niks aan doen dat de klink van de deur is gevallen. Ik kom je zo meteen helpen, meneer. Het komt in orde. Oké, dank u wel. Tot ziens. Oké, ik kan dus concluderen dat de McDonald's een echt niet druk maakt over als er iemand vast zit of zo op het toilet. Maar hopelijk vonden jullie deze video leuk. Hebben jullie toch gelachen met mij achter jullie beeldscherm. Geef zeker deze video een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook zeker als ik meer prankcalls moet doen. En dan zal ik zeker zeggen, abonneer zeker op mijn kanaal. En dan zal ik jullie zien bij de volgende video. Tot ziens!